Uh-oh. Nou jongens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Is hij klaar? Dus. Ja, hij is nu klaar. Oh, dan gaan we nu terug naar 600, denk ik. Nou, hier staat onze satelliet ontvangen. Staat op een mooi statief. In mijn Yashio 817. Die zit met een kabeltje in mijn computer. En mijn computer die ontvangt een signaaltje. Het signaaltje komt dan hier binnen. Dat zie je hier. Zie je twee lijntjes. Wat er binnenkomt, dat is gewoon een frequentiemodulatie. Doet die Fourier-transformatie op. En dan zie je hier de bitjes. Dit is een 0-bitje. Dit is een 1-bitje. En zo maakt die 101010 de ASCII-code. En dat is precies wat je hier binnen ziet komen. Wat je nu binnen ziet komen. Dat zijn JPEG'tjes. En er komt steeds een blokje komt er binnen. En nou, er komt steeds meer binnen. En dat upload je automatisch naar de website. En is er ook nog een tracker, want eens in de zoveel tijd, zul je zien, zoals hier, staat de P-data. En dan staat er de tijd, latitude, longitude. En dan stuurt hij dan ook weer door naar de server. En dan zie je dan hier. Dan kan je ook nog eens zien wie het ontvangt. Hey, en de foto? Oh, een foto. Uh-oh, burst! Ja, je ziet het. Is dat een ballon? Hij heeft gewoon een foto genomen van een burst, jongen. Oh, leuk! Fuck you, man. Wat een foto. Hé, maar hij schiet gewoon een burst. De foto met de burst. Dat is toch vet? Wat een grapje met dit. Jongen. Ah, oh, geweldig. Haal die blokkenballon. Gewoon een andere foto. Hier ergens. En ik denk dat de kans heel aannemelijk is dat hij gewoon op het dak ligt daar.